Het Polytechnisch College Suriname, PTC, viert vandaag haar 27e verjaardag. In dat kader heeft zij een seminar Navigeren door het digitale landschap via transformationeel leiderschap georganiseerd voor professionals en leiders in de technologische en agrarische sector. Deze hogeschool, die zich richt op beroepsgerichte technische opleidingen, is volgens Rafiq Ilahi, directeur technologische innovatie van het ministerie van Economische Zaken, niet meer weg te denken uit Suriname. PTC, die een belangrijke partner is van het ministerie, heeft volgens Ilahi een bijzondere dynamiek getoond voor wat betreft de verschillende ontwikkelingen in de wereld. Ik denk dat andere instellingen ook wel die dynamiek moeten gaan tonen om ook mee te gaan met de trends in de wereld. Ik denk daarom dat het belangrijk is dat dit seminar wordt gehouden. Omdat het een aantal key aspecten heeft die enorm belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Suriname. Ik denk dat iedereen hier in dit lokaal en ook buiten dit lokaal waarschijnlijk, en met ons allen zijn we het eens dat Suriname ergens moet komen. En ik zeg het altijd, zoals ik het zeg, ik zie Suriname over 25 jaar als Singapore. En dan bedoel ik het niet qua mensen. We moeten in elk geval niet gaan lijken op Singapore qua mensen, maar ik bedoel qua ease of doing business, qua andere soorten economische ontwikkeling die daar allemaal plaatsvindt. Ik denk dat we daar als voorbeeld moeten stellen. En ik denk dat in dat kader we een aantal stappen moeten zetten om daar te komen in die 25 jaar. En dit is alvast één van de stappen. Leiderschap is één, digitale transformatie is twee. En ik denk dat samen wij als overheid en educatieinstellingen zoals PTC daartoe een belangrijke samenwerking moeten aangaan om dat te bewerkstelligen. Tijdens het seminar hebben de lectoren van het PTC allen een inleiding gehouden over voornamelijk cybersecurity in de digitale wereld, privacy en compliance in een gedigitaliseerde wereld en innovaties in de landbouwsector.